De mensen die dit allemaal ondergaan, kennen wel een kleur, namelijk zwart. Gitzwart. Het is toch vreselijk om te denken dat je met koffers vol explosieven in een rij voor een vliegtuig gaat staan, jezelf opblazen en denken dat je iets goeds doet. Hoe krom kun je zijn als mens? Hoe ver heen ben je als je dat aan het doen bent? Je medemensen, zonder enige reden, of dat nou in het centrum van Istanbul of in het centrum van Ivoorkust of op een vliegveld in België, mensen ombrengt en denken dat je iets goeds aan het doen bent. Hoeveel goeds kun je echt doen als je je mouw opstroopt en de mensen die het nodig hebben je aandacht geeft? Armoede bestrijden, hulpverlening, kinderen, dingen doen met sport. Dat is nou werkelijk verschil maken in het leven van mensen. En niet mensen vermoorden en denken dat je iets goeds doet. En ik denk dat het belangrijk is dat we op deze manier onze solidariteit met de getroffen gezinnen overal in de wereld laten zien. Maar dat we ook laten zien aan welke kant van de streep we staan. Met elkaar staan wij aan de goede kant. Het is wel een taaie strijd. Dat is nu al langere tijd aan de gang. En ik denk dat het belangrijk is dat we ons ook verenigen rondom onze regeringen in al die landen. Dat we ons ook vertrouwen uitspreken in elkaar. Dat we het vertrouwen uitspreken in onze systemen. Want heus, met elkaar zijn wij wel degelijk in staat om het goede te doen. Maar het betekent wel dat we ook heel goed alert moeten zijn. En als dat nodig is, ook gewoon de overheid waarschuwen. En tegen elkaar zeggen, hé, hier gebeurt iets wat niet door de Belgen kan. Ik was afgelopen dinsdag, precies op de dag van de aanslag, was ik in een moskee op Rotterdam-Zuid om te praten met een groep moeders. Want ja, zeggen ze, die burgemeester praat regelmatig met mannen, maar niet met vrouwen. Er waren zo'n 50 moeders en ik vroeg aan hen, wat zou u doen als u het vermoeden zou hebben dat uw zoon of iemand die u kent iets aan het voorbereiden is om bijvoorbeeld een aanslag te plegen? Wat zou je doen? Zou je de politie waarschuwen?